is in Nederland ongeveer 5 miljard euro opgehaald bij particulieren. En daarvoor is in totaal voor 15 miljard euro geïnvesteerd. Die fraudeurs, wat doen die? Ze halen geld op bij particulieren. Ja, hoe doen ze dat? Dat doen ze door bijvoorbeeld 1. Een hele mooie website te maken. 2. Een verkoopmemorandum op te stellen. Een soort van prospectus met veel glanzende foto's. Palm Invest is een goed voorbeeld. Had een hele mooie website, een hele mooie prospectus. Ja. Weinig woorden, veel beeldmateriaal. En de heren van Palm Invest hebben in een paar maanden tijd ruim 26 miljoen euro in Nederland opgehaald. Dat zouden ze investeren in Dubai. Ze hebben een paar appartementen gekocht in Dubai. Maar het overgrote deel van het geld, meer dan 21 miljoen euro, is verdwenen. Nu is er een lijst van 10. U heeft er een aantal van op uw website gezet. Het criterium voor deze fondsen is dat ze al geruime tijd geleden zijn gestopt met het betalen van rente, dividend, ja, aan de duizenden beleggers. Mm-hmm. En dat ze ook niet meer in staat zijn om de hoofdsom terug te betalen. Wij vinden dat dit soort bedrijven verplicht moeten worden om rekening en verantwoording af te leggen. Deze mensen die moeten bijvoorbeeld eens een keer flink klagen bij de AFM. Want daarom wil ik vanavond graag spreken hier. De AFM heeft gisteren wel bekendgemaakt dat er een onderzoek loopt naar 10 fondsen die op dit moment op de Nederlandse markt actief zijn. Maar geen namen genoemd. En geen namen genoemd. En toen zijn wij erg boos geworden. En ik heb reden om aan te nemen dat morgen de AFM wel degelijk de 10 fondsen zal noemen. Khadija Ariep, we gaan praten over Couscous op zondag. Een geschiedenis, eigenlijk ook wel uw eigen geschiedenis. Ja. Van een meisje dat op haar 15e naar Nederland komt en nou ja, langzamerhand die samenleving gaat begrijpen. Dat beeld was erg ja, vertekend, omdat ik in Marokko vaak kaartjes van mijn vader kreeg waarin ja, bloemen opstonden. Mm-hmm. En mijn beeld was, als ik in Nederland kwam, dan lagen overal tulpen. Toen kwam ik in Nederland, was op een zondag, en ik kwam uit Marokko, dus uit Casablanca, uit een volkswijk. Ik was gewend aan nou ja, spelende kinderen, toeterende auto's, bedelaars. En dan kom je op zondag in Rotterdam-Noord, ja, waar bijna niemand te bekennen was. Die gezinnen die kwamen niet naar buiten. Ik zag geen vrouwen op straat, terwijl dat in Marokko juist ja, de vrouwen bepaalde het beeld. En waarom werden dan de vrouwen hier binnengehouden? Dat was inderdaad, ja, dat waren gezinnen die uit ja, traditioneel waren. Toen ik vanuit Marokko met mijn moeder naar Nederland kwam, we zaten in een vliegtuig met alleen, bijna alleen maar vrouwen en pasgeborenen en kinderen. Al die mannen stonden op Schiphol op hun gezinnen te wachten. En die zagen er keurig uit in een nette pak. En nou ja, je zag inderdaad geen baarden en geen djellabas. En dat is, ja, mijn vader is helaas overleden, maar van die vrienden van hem die nog leven, die gaan inderdaad naar de moskee. Die zijn 2 of 3 keer zelfs naar Mekka geweest. En je ziet dat ze de afgelopen 30 jaar toch ja, een bepaalde invloed is geweest vanuit de islam. Het heeft natuurlijk te maken ook met het feit dat er nou ja, eind jaren 80 ook een grote groep eerst gastarbeiders, zeg maar, ja, massaal ontslagen werden. En die mannen, die konden nergens. Dus de enige plek waar ze naartoe konden gaan, was de moskee. Wim de Bie heeft gisteravond de reden gehouden bij de Nationale Dodenherdenking. Ja, klopt. Bij bombardementen rammelden de schuifdeuren. Dat is dus oorlog in Holland. Ik moest dus lachen van oorlog, dat is een mooi beeld, rammelende schuifdeuren. En toch nam je het meteen daarna terug en zei van ja, dat is een soort grappigheid, dat had ik op mijn 40ste, maar daar ben ik nu wel vanaf. Je moet geen, ik weet niet meer precies hoe je het zei, geen grappen maken met oorlog. Ironie is niet op zijn plek. Ja, dat neem ik nu al wel weer terug. Ja. Het kernbeeld van mijn betoog, waar ik het op heb gebaseerd, dat is dat ik met mijn moeder, je zag haar even op de achtergrond zitten, mm-hmm, in de kelderkast ga zitten en haar vraag, dus in 1981, hoe was dat? Dus een familie onschuldige burgers, gevangen tussen het vuur van vriend en vijand. Je praat liever voor dan in de zaal, dat je in de zaal zit en er iemand anders luistert. Meneer Foppe is zo'n verlegen man. Een ja, alter ego van Wim de Bie is deze week een boek van uitgekomen. Meneer Foppe en de hele reuten betuit. Lekker plekje, lekker stil plekje met handje optillen. Lekker handje optillen, dus lekker stil plekje optillen. Nou, wie weet, hè, wie weet. Ja. Goedemiddag. Dag. Ja, die meneer Foppe is toch gewoon een een man waar je veel in kunt herkennen, omdat hij zo verlegen is.
Is dat ook de verlegen Wim de Bie die er eigenlijk altijd al is? Het is een alter ego. Hij woont op een appartement. Een eenpersoonsappartement in een buitenwijk. Maar hij voelt zich binnen die vier muren van dat keurige appartement heel erg gelukkig en op zijn plaats. Het is wel merkwaardig nu, vandaag de dag, om dat te zeggen. Die bestaan dus ook. Mensen die alleen wonen en dat heel prettig vinden. Op de 5e mei speelt de herinnering aan zijn eerste, de enige echte bevrijdingsdag, 5 mei 1945, hem nog altijd pijnlijke parten. En de kleine meneer Foppe huilt en schreeuwt moord en brand. Hij wil niet naar buiten. Niet tussen de andere jongens met hun gekke trommels. Met twee lepels op een blik slaan. De mensen zullen hem hard uitlachen.